Nou, even het positief nieuws. Linda de Mol, lief. Nee, even serieus. Even mooi, toch? Nee, kom op, weet je. We kunnen zuur zijn, we kunnen... Maar in dit geval, weet je, dan lees ik weer overal van... Ja, ze is aan het proberen om imago. Een charme-offensief te beginnen. Maar ik vind, als je 5 Oekraïners in je huiszaal... Een dochter, een moeder en 3 kinderen... Ja, ik vind dat wel... Ik vind dat wel wat. En ik vind dat ook... Zo, man, neem ik mijn petje vooraf. Ik lief ook, man. Ja. Maar ik ben het helemaal met je eens. Maar het cynisme van de Nederlander... ten opzichte van de hele familie de Mol... Ja. Ja, dat is schrijnend. Want die mensen kunnen niks goed doen. Kijk, die hebben heel veel geld. Veel meer geld dan wij en waarschijnlijk dan iedereen. Maar ja, daar profiteren wij ook weer van. Ja, natuurlijk. Wij pakken er ook wat van mee. Maar daarom zijn die mensen niet slecht. En die Linda de Mol, die kan aan de hele affaire helemaal niks doen. Die is alleen maar slachtoffer. Haar werd verweten dat ze in de zaak Ali B misschien eerder naar haar broer had moeten stappen. Dat is wat ze steeds te horen krijgt, toch? Ja. Ja, 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 ja. Dat is nee, het. Maar achteraf weten de mensen allemaal precies hoe het gemoeten had. Ja, nee, maar, nee, maar 5 mensen in huis nemen... Nee, ik vind echt, dit heeft niets met charme-offensief te maken. Maar dit doe je gewoon, gewoon omdat je gevoel je dat ingeeft. Dat je dat moet doen. En ik vind het ongelooflijk lief als iemand dat doet. 5 mensen in huis, hè, Wim? Ja, toch? Dat is heel wat. Maar